Gefeliciteerd. En dan valt al snel het woord revanche. Zit dat in jouw hoofd of helemaal niet? Nee, toen we de wedstrijd aangingen eigenlijk helemaal niet. Maar ja, je weet toch dat iedereen er graag op zin speelt. Dat het woord revanche toch wel bij deze wedstrijd een beetje hoort. Ja, en als je dat zo wint, zeker op de manier hoe, dan is het wel een lekker gevoel. Ja. Dus je kan het wel een beetje spreken over revanche daarna. Maar toen we de wedstrijd ingingen helemaal niet. Het was gewoon een wedstrijd op zich die we moesten winnen voor de pool. Dus en weer de 3 punten. En, het is nog niet gedaan, we hebben nog twee wedstrijden te gaan. Vond je het ook zo'n aparte wedstrijd? Het was geen aparte wedstrijd. Tuurlijk, het was apart omdat de uitslag apart was. Misschien voor heel veel mensen die ons niet hoog hadden zitten. Dan is 5-1 toch een hele aparte wedstrijd. Ja. Maar voor jou toch ook? Nee, ik vond het niet apart. Ik vond het gewoon een wedstrijd op zich. Het is de eerste wedstrijd van een toernooi. Dan weet je dat je daar gewoon goed in moet gaan en 3 punten moet pakken. En dat hebben we gedaan. En zeker tegen een team als Spanje. Dat is natuurlijk lekker winnen zo. Waar lag de sleutel eigenlijk volgens jou? Ik denk door middel van het heel compact zijn. En, ja, we zaten er ongelooflijk agressief op. Bij elke pas die ze speelden in het middenveld. Of gelijk vanuit de verdediging van achteruit. Dat je toch ziet dat je door middel een extra verdediger. Dat je toch een extra man hebt die kan doorschuiven. Ja, gewoon een counter. Fantastisch zoek met de jongens voorin die de kwaliteiten daarvoor hebben. Ja, iedereen die hier staat die zegt van we hebben het zo uitgevoerd zoals de bedoeling was. Zoals we eigenlijk voorspeld hadden. Is zo makkelijk. Ja, het is niet makkelijk. Je moest er sowieso op reageren en je moest het zeker doen. En je moest er op trainen. En, we hebben het op getraind en uiteindelijk dan moet je ook al natuurlijk maar afwachten of het, hoe het gaat zijn in de eerste groepwedstrijd. Maar ik denk dat je het gewoon fantastisch hebt uitgevoerd en er waren nog een paar goede kansen om te scoren. Maar ik teken voor 5-1 en zeker tegen de wereldkampioen. Ja. Hoeveel voldoening geeft dat? Ja, even voldoening. Ik moet een groot compliment geven ook aan de jongens die achterin staan. Waarvan de hele linie eigenlijk voor hun eerste toernooi is. En een groot compliment aan die jongens die vandaag op het veld stonden. Ze hebben fantastisch verdedigd. Waar natuurlijk altijd werd gezegd dat het Achilleshiel was. Maar die jongens hebben zich fantastisch gemanifesteerd vandaag zelf. Zelfs de keeper. Dus groot compliment aan hun. Want ja, ze hebben toch de aanval hebben ze afgeslagen. En die jongens die erin zijn gekomen, idem dito. Je doet het niet met 11 man, je doet het uiteindelijk met z'n 23ste. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel.